van Broersen. Meteen vanaf de aftrap. En Anastasiou buitenspel. Na een geweldige actie van Sergio. Enorme fout van Broersen. Sergio heeft dan iets fantastisch in gedachten. En Anastasiou wordt ten onrechte buitenspel gegeven. Het leidt tot balverlies. Van Dijk. Anastasiou. En daar gaat Sergio. Sergio voorbij Beukenkamp. Sergio gaat scoren. Sergio scoort ook. 2-0 Sergio. En het is allemaal te wijten uiteindelijk aan het balverlies van Landerl. Iets te gemakzuchtig. En dan wordt het uiteindelijk genadeloos afgestraft. Door de snelheid en de accuratesse van Sergio. Die heel simpel Van Gissel uitspeelt. En dan zijn tweede goal laat aantekenen. Ebbing als een haas terug. Anastasiou. Sergio. Er is ruimte nu. Oh. En de goal. De goal na een prachtige actie van Sergio. De goal is van Cristiano. Wat een prachtig moment van de goochelaar op dat middenveld bij Roda. Het doelpunt van Cristiano. Maar let op wat Sergio hier laat zien. Dit moment. Hop, prachtig. En NEC heeft het nakijken. En ook Gentenaar. Het is 1-0 voor Roda. De wedstrijd wordt feller, maar daardoor alleen maar interessanter. Sergio. Oh, wat mooi. De zegen komt van boven. Voor Sergio. Die wekenlang geblesseerd was. Wedstrijdritme ontbeerde om te mogen starten. Luipers. Van Dessel. Kone. Sergio, en daar is hij dan, de gelijkmaker. De dik verdiende gelijkmaker. En die wordt luid en luid bejubeld. Het kon niet uitblijven, hij moest een keer vallen. En hij valt 10 minuten voor tijd. Sergio passeert Henk Timmer. Het is opvallend dat Twente daar Bodnar zo frank en vrij laat aanvallen steeds. Sergio. Sergio nog altijd. En via de binnenkant paal 1-1. Sergio. Sergio heeft een beetje geluk dat hij die bal uit de kluts daar terugkrijgt. En haalt dan ineens en Pardoes uit. Sergio. Kone laat lopen. Mooie combinatie met Cristiano. Cristiano krijgt de kans van Kone. Sergio dan. 4-0. Vijf lagen laat Rode JC voortreffelijk combinatievoetbal zien. Zeker nu het zorgeloos kan spelen bij die grote voorsprong. En dan worden de doelpunten alleen maar mooier.